Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe Naar Mij Speelt video. Zoals je kunt zien gaan we hier een hele mooie tas naaien. Het is een zwembuidel. Deze kun je meenemen bijvoorbeeld als je op vakantie gaat. En deze wordt dus ook niet makkelijk nat, bijvoorbeeld om mee te nemen naar het strand. En ik ga je laten zien hoe je dit heel makkelijk en voor beginners heel snel en gemakkelijk kan maken. Je kan er verschillende dingen in stoppen. En het is waarschijnlijk ook veel goedkoper dan dat je het gewoon zelf in de winkel koopt. En het is natuurlijk ook veel leuker. Nou, dit hebben we dus hier zoals jullie kunnen zien. En dan proberen we hem zo verder af te werken. Zo, dan zien jullie hier dus de materialen die we gaan gebruiken vandaag. Dan hebben we hier de speldjes. En dan hebben we hier een schaar. We hebben een meetlint, we hebben wat ritsen. En dan hebben we hier nog verschillende dingen. En zo, zoals je kunt zien hebben we dit hier. Zo, en dan hebben we hier wat folie, dat we eromheen kunnen doen, zodat het doorzichtiger is. En dan hebben we dat dus hier. En zo, dan hebben we hier natuurlijk nog wat meer materialen. En dan zien jullie dus dat we hier alvast ons eerste materiaal hebben. Zo, en dan hebben we dit dan hier. En dan kunnen we dit zo vastmaken. En dan hebben we een soort van zakje. En dan hebben we dit dus hier. Dit is de afmeting die we hebben. We willen natuurlijk een mooie grote tas hebben. Dus dit is dus hoe we het ongeveer zouden moeten maken. Dan hebben we hier eerst het folie. Dan moeten we natuurlijk nog aan de tas vastmaken. En dan hebben we hier de rit die we erop gaan leggen. Zo, dan moeten we die er zo opnaaien of vastpakken. Wat makkelijker lijkt. En dan hebben we onze rit waarmee we onze doorzichtige tas kunnen openen. Zo. Dan zien we dus de rits hier. Dan moeten we hem aan de juiste kant zetten. Zodat we hem zo kunnen openmaken. En hem goed vastzetten. En zo, laten we eens even kijken. En dan naaien we het zo vast. Zo, dan hebben we dit zo vastgemaakt. En dan hebben we hier dus aan deze kant de opening. En zo, en dan aan deze kant kunnen we dan nog wat eraan vastmaken. En dan zo, zodat we een zakje hebben. Zo, dan kunnen we dit zo vastmaken. En als we dat dan zo vasthaken, dan hebben we hier ons tasje. Zo,
En dan haken we dus, of dan naaien we dit dus hier aan vast. Zo, dan hebben we dat zo vastgenaaid. Dan kunnen we dat zo openen. En ontsluiten. En dan kunnen we dit er nog bovenop doen. Zo, nou, dan hebben we het hier zo de stof erop. En dan kunnen we dit hier aan vastnaaien, zodat we dan de rest van ons tasje al hebben. Zo, en dan kun je het zo omvouwen. En dan heb je hier de bovenkant van ons tas. Zo, dan hebben we dat dan zo vastgenaaid. En dan hebben we hier ons ander stukje wol erop. Dan hebben we hier onze opening. Zo. En ons plastic natuurlijk, ons plastic vakje. En dan kunnen we verder kijken hoe we dan verder gaan. Dan halen we natuurlijk dit stukje erbij. En dat gaan we er dus zo opleggen. Zo, en dan kunnen we daar dan naaien en onze tas nog verder uitbreiden. Zo, dan naaien we dit zo vast. En moeten we hem even vastzetten zodat we het goed kunnen naaien. Zo, dan kunnen we dit zo vastnaaien. Zo. Dan hebben we dit hier. En dan naaien we dat zo vast. Zo, hier langs. En dan knippen we dit stukje eraf, zodat die gelijker is. En dan naaien we het er aan vast. Zo, dan naai het er zo overheen. Zo, dan hebben we dan al dit stukje zo. Kunnen we de tas ook openmaken. Zo, en dan kun je hier dingen al instoppen. En dan moeten we dat natuurlijk nog op de achterkant doen en de andere binnenkant van de tas. En zo, dan moeten we hier nog verder werken.
Zo, en dan zien we dus deze. En dan knippen we dit eraf. Zo. Zo, laten we even kijken. Kunnen we dit er dan zo achter zetten? Zo, dan moeten we dit nog vastmaken. Zo, en dan hebben we hier nog, nog een dit. Voor het grotere vak. En die moeten we dan ook vastnaaien. Zo. En dan hebben we hier nog meer stof die we aan de binnenkant kunnen gebruiken. Zo, dan kunnen we dit aan de binnenkant zo doen. Zo, en dan hebben we dan dit. We kunnen dit hier aan vastmaken. Zo. Zo, laten we dan aan deze kant vastnaaien. Zo, dan hebben we dit dan zo vastgemaakt. En dan kunnen we deze er ook aan toevoegen. Zo, dan moeten we het hier aan vastmaken. En zo, dan kunnen we dit zo vastmaken. En dan hebben we dit hier zo. En dan kunnen we het vastmaken om het nog meer als een tas te laten lijken. Zo, en dan hebben we hier nog de andere kant van de binnenzak. Zo, dan hebben we dit hier zo. Zo, dan moeten we dit allemaal nog vastmaken. Zo, dan hebben we dat zo vastgemaakt. En dan hebben we zo een binnenzakje. Dat ook dicht kan. En dan moeten we dat natuurlijk nog vastmaken aan de achterkant.
Zo, en dan hebben we dat dus hier. Zo, dan moeten we dit natuurlijk nog netter maken. En zo, dan hebben we dit hier. Zo, dan hebben we het dus hier. Zo, en dan gaan we dan zo verder. En dat dan elkaar vasthaken. Heel simpel en heel gemakkelijk, totdat we beide onze tas af hebben. Zo, en dan halen we het binnenste buiten. Zo, en dan hebben we zo ons tasje. Binnenste buiten, heel simpel, heel gemakkelijk om mee te nemen op reis. Of gewoon als je gaat zwemmen in het zwembad. Of wat dan ook. Het is dus heel simpel en gemakkelijk te maken. Je hoeft je ook zeker geen zorgen te maken. En je hoeft ook zeker geen andere dingen te kopen. Je kan het dus zo makkelijk je spullen erin zetten. En zo, dan zien jullie dus dit. En zo, dan hebben we hier ons mooie binnenzak. Binnenkant. En zo, en dan hebben we dat dus hier. Mooie doorzichtige tas die niet zal nat worden. Dat is ook hartstikke fijn natuurlijk. En makkelijk te gebruiken. En zo, en dan hebben we hier dus een hele mooie tas. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie het ook gaan proberen. Nou jongens, als deze video leuk vond, like alsjeblieft deze video. Als je commentaar hebt, kun je een commentaar achteraf in de commentaarbox. Deel deze video met je vrienden. En ik hoop jullie natuurlijk nog een keer terug te zien bij het Speel met mij kinderspeelgoed kanaal. En natuurlijk ook bij het Nijmegen met mij speelgoed kanaal. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik hoop dat jullie gaan abonneren en jullie snel weer terug te zien. Dat was het dan, tot de volgende keer.